een collage gemaakt van mensen die dicht bij me staan, vertrouwde omgeving, mijn ouders, mijn familieleden. En het is bijna een soort contrast van mijn toegepaste werk, wat ik de afgelopen jaren gemaakt heb, wat best wel vaak maatschappelijk betrokken is, maatschappelijke onderwerpen bevat. Ja, dus achter me zien we dan echt mijn persoonlijke werk, maar hier naast zien we een video van een muurschildering die ik afgelopen zomer gemaakt heb bij de Black Archive, samen met mijn studiogenootje kunstenares Davy Butterfingers Elsinga. Daar hebben we afgelopen zomer de gevel van de Black Archives, zeg maar, gevuld met portretten van Surinaamse helden die helaas niet meer onder ons zijn. Maar dat zijn mensen die heel veel betekend hebben voor de Surinaamse en Nederlandse geschiedenis. Dus daar hebben wij afgelopen zomer met heel veel liefde, heel veel plezier een schildering gemaakt. Helaas is die begin december zijn er twee mannen die hebben de portretten beklad. Dus dat is ook een beetje dubbel. Aan de ene kant, het is goed dat er aandacht voor is dat dit soort dingen gebeuren. Ook om te laten zien van, weet je, racisme is nog steeds heel erg aan de gang. Maar aan de andere kant gun ik dus die mannen die dit gedaan hebben absoluut niet die aandacht. Maar ja, dus dat is dat. Daar was ik wel een beetje mee aan het struggelen. In hoeverre wil ik dat naar de buitenwereld brengen. In de Surinaamse kant is van alles te zien en dan heb je de Nederlandse kant erbij, die best wel uit een klein dorp, een beetje niet echt boeren, maar wel gewoon ja, echt plattelandsleven. En ik denk dat, ik zie dat, dus dat is waar ik vandaan kom, waar ik ben opgegroeid, zie ik als een soort van de kleine wereld waar ik ben opgegroeid. En in mijn toegepaste werk ga ik een soort van de grote wereld in en ga ik dat maatschappelijk aan. Want ik ben zelf opgegroeid met waarin dat heel goed naast elkaar gaat. Dus in een soort hele veilige omgeving. Maar als je verder naar buiten kijkt, blijkt dat dat helemaal niet altijd naast elkaar gaat. En die soort van, ja, ik vind het ergens heel interessant hoe vanzelfsprekend dat voor mij altijd was. Maar hoe dat voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend is. Is dus ergens een soort van het verlengde van elkaar, maar ook misschien de tegenstrijd met elkaar.